digitalisering van de samenleving. Eigenlijk is al in de jaren 90 is daar al door bijvoorbeeld door filosofen naar gekeken. De grote digitale revolutie heeft een aantal heel belangrijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het heeft de globalisering mogelijk gemaakt. Het heeft mogelijk gemaakt dat de groei van de financiële sector een enorme vlucht nam. Het maakte mogelijk dat mensen op de hele wereld met elkaar in contact kwamen. Het maakte mogelijk dat er nieuwe netwerken, internationale netwerken ontstonden. Maar daarmee vrat het tegelijkertijd ook aan die top-down ordening van de samenleving. En het duurt vaak wat langer voordat een ontwikkeling zodanig doorwerkt dat mensen echt beginnen te merken, we hebben die ordening niet meer. Dus daar waar wij eerst nog dachten, we profiteren van die globalisering, van de economische groei, van het aanzien van de markt dat daarmee gepaard ging. Op een gegeven moment zei George Soros, de bekende mooie uitspraken, we leven niet meer in een markteconomie, maar in een marktsamenleving. En het leek alsof alles in onze samenleving langs mate van de markt gemeten werd. Daarvan zie je nu ook de backlash de laatste jaren. Maar omdat die digitalisering ondertussen nog maar gewoon is doorgegaan en ook allerlei mensen in staat heeft gesteld hun eigen leven op allerlei manieren vorm te geven. Wat je nu ziet bij de digitalisering is in feite een kracht die ook heel veel onderuit gehaald heeft. En die maakt dat veel mensen heel onzeker zijn. Dit zijn volgens mij de nieuwe tijden waar wij ons in bevinden. We zijn een oud tijdperk aan het afsluiten. We weten helemaal niet hoe het nieuwe tijdperk zich gaat ontwikkelen. Maar de oude bronnen kunnen ons daar zeer bij helpen. Ja, en hoe dan? Want waarom vind je het eigenlijk ook wel echt interessant dat die nieuwe tijden in gesprek zijn met die oude bronnen? Ja, bedoel, waarom doe je eigenlijk dan mee? Ik denk dat het vraagt, kijk, die oude bronnen geven ons aan wat we echt belangrijk vinden. Kijk, ik zeg wel eens, in tijden van verandering, zoals nu, vergelijk het wel eens met bomen met diepe wortels. Bomen die diepe wortels hebben, die kunnen veel beter in de storm staan. En bomen die niet zulke diepe wortels hebben, die niet weten wat ze echt belangrijk vinden, die hun geschiedenis niet kennen, die niet weten, die zich niet geïnspireerd daardoor weten, die vallen makkelijker om in een storm, in een digitale storm, in een economische storm, in een politieke storm, zoals we die nu toch aan de lopende band meemaken. Nu, Yvonne, hoe helpen die oude bronnen dan als wortels? Waarom zijn dat wortels? Omdat ze gaan over de vragen die al eeuwenlang bestaan, die bij de mensheid horen.